In Wat alleen wij horen, dat is mijn nieuwe boek, komt er een lief, schattig klein jongetje voor, Klaus. En die deelt al zijn hartsgeheimen met een voorwerp. Hij spreekt daar niet. Nu, is dat voorwerp een camera? Een plastieke kip? Een spiegel? Een wc-borstel? Ah ja, logisch. Plant. Een egel of een hond, een mopshond.